is aflevering 1 van Let's Get Real. Het nieuwe programma van FitPulse.nl waar we de boel doorbreken en grenzen opzoeken. Het thema is fearless. Dus toen Henk Gol ons belde, Olympiër en Europees kampioen judo voor een uitdaging, toen zeiden wij natuurlijk geen nee. Ik vind het super spannend en super eng ook, maar we doen het gewoon en we hebben er heel veel zin in. Henkie, be ready. We are coming for you. Let's go. Hallo dames. Hallo Henk. Hoi. Hallo Lizzie. Jullie moeten vandaag bewijzen hoe fit jullie zijn. Ja. Yes. Ik heb speciaal dumbbells voor jullie. 75 kilo. Zijn jullie goed onderlegd? Jawel. Jawel. Of ga je door de mand vallen? Nee, natuurlijk niet. We gaan eerst hier beginnen, dus ik heb heel iets moois voor jullie in petto. Oké. Daarna nog een soort van surprise op het einde. Wij durven deze challenge wel aan te gaan met jou. We zijn er wel klaar voor. Let's do it. Eerst leg extension om en om, en dan gaan we squatten. Daarna gaan we leg curlen, en daarna gaan we deadliften. Okay. En daarna gaan we naar judo. Dus daarna gaan we judo, ja. Oké, jongens, gaan goed. Nee, kom op, trappen. Oh. 1, 2, 11, 12, wissel. Blijf trappen! Kom op dit! Blijf zakken. Wissel, blijf. Hier, doen we deze nog even bij? Kom op, 18. Kom op man, Henk. Kom op, je stelt er een deur man. Kom op, kom op. Hij is nog meer. Go Henk, Arnhem. Vier. Stoppen. Dames, ik heb een verrassing, bonus. Een puppy? Nee. Oh. Oké, okay, dit ga ik sowieso van je winnen. Kom maar op. Linkerhand op blauw. Rechterhand op blauw. Mag ik nog wisselen van hand? Nee, dat gaat niet. A few moments later. Draaien. Oh, mijn benen. Dag, hè? Oh, mijn benen. Rechterhand op blauw. Hoe kan dat nou? Ja. Dat gaat toch niet? Ja, maar niet, nee. Ik heb gewonnen. Oké, okay, een laatste kans, maar ik vind eigenlijk gewonnen. Nou, jij was al met de eerste beurt af. Leg je hand op rood. Gewoon nog wel een vallen daar, hoor. Eén keer voor de blauw. Oh! Yeah! Nou dames, de eerste challenge zit erop. Yes. Trainen met Henk, wat vonden jullie ervan? Uitdagend. Ja, zwaar, maar leuk. En hoe voelen de benen? Zwak. Spaghetti. Zwak, spaghetti ja. Benen. Heel erg. Ja, over twee dagen ga je het voelen. Lekker zo vlak voor het weekend. We gaan natuurlijk nog een challenge doen. We gaan zo meteen judo. Heb je daar een beetje zin in? Ontzettend. Oké, nou, ik ben enorm trots op jullie dat jullie dit aangedurfd hebben met mij. En ja, je moet natuurlijk heel goed herstellen. Dus ik heb jullie een zakje Happy Protein. Jullie zijn natuurlijk heel happy. Dus morgen alleen niet meer, maar jullie moeten wel herstellen. Misschien gaat het ons helpen. Ik ben trots op jullie. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan met jou stoeien, hè? Ja, durf jullie nog. Ja, de dames zijn zich even aan het omkleden. We gaan natuurlijk nu het echte spelletje doen. We gaan judoën. Dus de beentjes zijn moe. Dus ik denk dat het onwijs leuk wordt. Oké, daar komen ze aan. Oké, dames. We gaan natuurlijk in het begin als judo een stuk valbreken. Want dat is toch echt een wipneusje. Dan doe je jezelf heel erg pijn. Dus we gaan proberen een klein beetje leren valbreken. Als je achterover gaat, doe je je kin op je borst. En je slaat. Als je valt, sla je heel hard op de mat. Met je platte hand. Dus je gaat naar achteren. Kin op je borst en slaat. We zijn wel een beetje twee klunzen, dus dat is wel heel goed om te weten. Ja. Spreek voor jezelf. Nou, dan gaan we beginnen. Let's do it. Let's do it. Bring it on. Doe je groeten? Ja, en dan zeg ik Jermay en dan ga je beginnen. Jermay? Judo is zelf verdedigen met je armen. Pakken, je moet je vastpakken, is heel belangrijk. Dan kan je mensen weer uitschakelen. Jermay! Gooi een beetje met je hand op mijn tepel, man. Mijn nek. Oh, sorry, heb je pijn gedaan? Waaah! Was het leuk?
Het was heel leuk. Het was heel cool. Maar jullie hebben nog een challenge voor mij? Oh man, wat was dat? Ik ben kapot. Wat was me dat een challenge zeg? Jeetje, wat is die man sterk. Ja, het is wel echt een krachtpatser. Maar we deden volgens mij niet heel erg voor hem onder hoor. Nee, ik vond het erg fearless. We waren net twee kleine stuiterballen en iets doen wat we nog nooit hebben gedaan is wel echt heel tof. En natuurlijk heel erg fearless, want we zijn wel aardig buiten onze comfortzone getreden. Behoorlijk, zoals je hebt kunnen zien. We gaan Henk natuurlijk ook uit zijn comfortzone trekken. En hoe we dat gaan doen, dat zie je volgende week bij een nieuwe Let's Get Real. Henk, are you ready? Ja.